Het concept is dat het brood wat op maandag bijvoorbeeld overblijft, dinsdags voor 1 euro tot 1,50 euro, dat ligt een beetje aan het soort, verkocht wordt. Maar wat iemand met een kleinere beurs ja, uitstekend kan betalen en ervan kan genieten. De drijfveer is, net zoals wij ook met de voedselbank actief zijn, brood bakken is onze passie en brood delen is onze opdracht. Richting voedselbank is zo dat er 2 keer in de week naar Amsterdam gereden wordt, langs alle winkels. En alles wat er overblijft, wordt daarheen gebracht. En zodoende kunnen zij uitdelen. We hebben een stichting, Brood voor Leven. Die hebben we opgericht om met medesponsors een pand te kunnen huren. Om in het slechtste gedeelte van de Bijlmer heel veel mensen te kunnen helpen. En hoe haalt u hier voldoening uit? Ja, de voedselbank is eigenlijk een heel mooi project daarin. Daar kun je zo van genieten als je ziet hoe dat brood gedeeld wordt. En met de feestdagen ook wel zoetigheden en spullen die overblijven. En mensen die het echt niet kunnen betalen, die daar zo van kunnen genieten. Ja, dat is geweldig. Geweldig om te zien.